Dit is de boerderij waar ik geboren ben. En hier liep ik altijd langs zo'n paadje met heel veel wilde bloemen. Echt zo'n heel ouderwets paadje en dan ging je door een hekje. En dan liep de grond, die werd hoger, want dan ging je naar de Enk. En dan ging je koffie brengen. Maar mijn vader was daar aan het werk met de anderen. En dan gingen we altijd op het land eten. Vrouwelijke leermeesters, waar kom je ze tegen? Mijn grote inspiratie Jyotika ontmoette ik als leraar binnen een thaisboeddhistisch centrum. Een ontwapenende glimlach, een hart van goud en een heel flexibele geest. Daardoor voelde ik me direct tot haar aangetrokken. Ook bleek dat de liefde voor moeder Maria ons verbindt. Na 40 jaar als katholieke non was ze uitgetreden uit het klooster. In Thailand ontving zij van de Verenigde Naties een onderscheiding als Outstanding Woman in Buddhism. Welke keuzes heeft Jyotika op haar levenspad gemaakt? Laten we bij het begin beginnen. Wie is Jyotika? Dat weet ik niet. Dat is een. Ik heb veel namen. En dit is mijn boeddhistische naam, Jyotika. Maar toen ik geboren werd, toen hebben ze me de naam Johanna gegeven. Johanna Alberta Maria. Maria kreeg ongeveer iedereen erbij, heb ik het gevoel. Ja. Want het was een katholiek gezin. Ik ben ook op een hele zonnige dag geboren. In juli. Mijn vader heeft dat verteld, dat hij dus bezig was met de roggen van de wagen naar boven in het luik op te steken. En daar hadden ze dus heel mooi weer bij. Kijk, dat was natuurlijk zijn eerste kind. Ik kan me dat ook voorstellen, dat het spannend is. Dat je nog heel goed weet wat er dan gebeurt. Ik was de oudste. Totaal zijn er 11 kinderen geboren en eentje is er vreselijk overleden. Je groeit heel erg op met natuur, met geboorte, met dood. Ik heb een keer verteld dat ik misschien, weet niet, toen had ik nog kleine handen in elk geval. Want daarvoor vroeg mijn vader, toen moest ik met mijn vader meekomen. En toen vroeg hij mij of ik zo achter in het varken wilde gaan. En of ik dan kon voelen en of ik dan een biggetje kon pakken en eruit halen. Oeps, één. En dan maar weer groene zeep aan de hand. Oeps, dan weer één. En nog weer één. Nou, zo kwamen er ook 12 biggetjes uit. Kijk, en daarna ging ik naar mijn oma. Die lag dus bij ons ziek. In de beste kamer heette dat dan. Die lag ziek. En dan zei ik, gaat het bij de mens ook zo? Herinneren toen de oorlog uitbrak? Toen de oorlog uitbrak, ja, dat kan ik nog heel goed herinneren. Het was 10 mei 's morgens en ik weet alleen maar ronkende vliegtuigen. Er was missie in de kerk en ik herinner me nog dat we dus een weggetje hadden. We hadden allemaal tanks binnenrollen en die draaiden zo hier langs en die gingen onder de boomgaard en die trokken al die bloeiende takken eraf. En dat vond ik ontzettend gek, want dat was gewoon zo vreemd. Ik herinner me ook nog dat er in de vensterbank, toen ik buiten was met mijn moeder, ik weet niet hoeveel kinderen waren er toen, misschien 4 of 5 of zo, ik weet niet. Toen had ik mijn rozenkrans niet en er was een kleine mooie roze met rode kraaltjes en die lag in de vensterbank. En ik ging weer opnieuw naar binnen en toen zat er al een Duitse soldaat. Die zat al zo, die had al een grote schink had hij voor zich en zat hij aan te snijden. En het moest daar achterlang zijn. Ik pakte gauw die rozenkrans uit de vensterbank en zo weer weg. Maar dat was dus op vrijdag en op vrijdag aten wij nooit vlees. Dus ik weet heel zeker, vrijdag zat hij daar met dat vlees te snijden en te snijden. We hadden dus onderduikers. We hadden, ik weet niet, misschien wel 4 of 5 mannen in huis. Ik denk ook dat we een Joodse familie hebben gehad. Nou ja, die bevrijding, dat waren echt dagen van vuur en rook en bommen. En
Ja, ik denk voor mijn ouders doodsangst. Ik kan niet zelf zeggen dat ik weet dat ik doorging, maar ik weet wel dat wij zaten in een soort schuilkelder onder de grond, vlak achter de boerderij. En in de boerderij waren dus die jongens, die onderduikers. En toen zag ik op het vers geploegde land, was voor Pasen, zag ik allemaal hoopjes kleren. Maar dat zijn allemaal dode soldaten geweest. Dus je hebt zelf geen doodsangst gehad in die tijd? Ja, ik weet het niet. Ik kwam toen Amerika 200 jaar bestond. Bicentennial. Kwam ik in Amerika, stond in Atlanta op een heel groot plein, midden in Atlanta. Er was een enorm vuurwerk. Toen begon dat vuurwerk en toen ging dat van mitrailleurs. Voor mij, hè. En ik heb staan huilen, Ik bibberde en ik huilde. Ik heb toen ik thuis kwam, heb ik een sessie of 10 gehad. Eigenlijk therapie. En werd me alsmaar gevraagd wat ik me nog herinnerde. En toen herinnerde ik me de hele tijd wat mijn moeder had gebeden. En die had aan één stuk doorgebeden. Dat herinnerde ik me, dat ging aan één stuk door. Onder uw bescherming staat dit huis. Bewaar het voor gevaar en kruis. Bewaar dit huis voor storm en brand, voor smetting en schand. Voor bombardement en luchtgevaar. Laat ons in vrede bij elkaar. Ik hoor het nog. Elke morgen naar de kerk. Altijd om 8 uur naar de kerk en om 9 uur naar school. Brood mee gingen we allemaal. Altijd, elke dag. Ik wilde gewoon voor God leven. En dat werd ook roeping genoemd. Hè? Ik weet dat ik toch al voor mijn 18e, denk ik, al een keer gebeden heb dat ik toch maar niet hoefde. Ja, deze buksjes, ja. Je kan van oorsprong naar Pitanne. Ja, dat is mooi, het voorjaar, hè? Ja, goed. En doen we ook al? Ja, ik zal even het nog geven. Kom maar, jongens. Oh, God, dan moet je kijken in de vreemd. De spiegel zo. Het was helemaal wit vannacht. Oh, ja. Kom maar, jongens. Nee, want nu is het vreemd. Oh, Allemaal mensen erbij. Kom maar, jongens. Kom maar. Ja, kom maar. Oh, God. Ja, maar... Ik vind het heel fijn dat je vrije markt hebt. Ja? Ja. Nee, dat punt. Ja, dat ligt eraan. Ik heb telefoon. Je hebt Tiede Markt. Je hebt telefoon bij jou. Ja. Over de vuurde schorpen. Ik heb oproepdienst. Oproepdienst voor de schorpen? Ja, het niet lukt dan. Is, Zoveel schorpen. Die allemaal lammeren krijgt. Ja. Oké. Okay. Nou. Ja. Daarom zeg ik van ja, dat kun je toch niet... Dat zei ik al, ik kan dat niet plannen. Nee, dat kan je niet plannen. Nee. Als een schaap ziek is, dan moet je al een dag van de woorden zien dat hij ziek wordt. Ja. En anders ben je al te laat. Een ziek, ze zeggen wel, een ziek schaap is een dood schaap. Ja. Je moet gewoon zorgen dat ze niet ziek wordt. Dat is de eerste keer dat ik Jo gezien heb, schijnbaar. Ja. Ik vind het nog wel netjes dat ze precies uitgepast hebben, dat ik op dezelfde dag jarig ben. Eerste verjaardag dat ik in het klooster was. Was dat eerste verjaardag? Toen ben ik geboren. Ja, zaterdagavond gingen we volksdansen in het gebouw. Dat weet ik nog wel. Jo gaf de volksdansles. Dat weet je wel, de Spaanse wals en de fleta en Portugees. Verder van Jo thuis, ja, het was... S'morgens dan weer druit getrommeld en dan moest hij melken en dan ging hij melken en s'avonds op de knieën voor de stoel moest hij rozenkrans bidden en naar bed toe. En nog een bord pap en dan spraken elkaar helemaal niet zoveel. Maar op een gegeven moment, Joden ging naar het klooster. De dag dat ik naar het klooster toe ging, toen reed ik zelf in de auto en toen was dat ergens bij de Witte Smit of zo.
Ja. Op de weg, want dat was nog die oude weg. Hè? Ja. Ja. Toen kwam er nog een motorrijder langs rijden en die wou koffie drinken. Oh. Ja. En er was eentje van de verlichting. Ja, die bij ons kwam, kennelijk. Ik kende hem ook wel. Maar die wou gewoon even koffie drinken. Ze zei, kun je niet even koffie drinken? Ik zei, nee, ik ga naar het klooster. Dat is Willy, dat is Jan en dan, ja. Ja, er is Jo op bezoek en dat was dan helemaal een verrassing dat Jo er maar zo binnen kwam lopen. En die is er ook nog een tijdje gebleven, smiddag. Hoe lang is dat geleden? 46 jaar. 46 jaren geleden. En jullie 46 jaar trouwd? Zo. Ja. Ja, de bloemen waren net verdood. Ja. Ja, dat was de trots. Van de ouders. Als er iemand naar het klooster ging, dan zei, ja, dat was een hele eer voor de familie. Jo gaat naar het klooster en ja, Jo is uitgetreden. Nou, ja, en dan later gaat Jo naar het boeddhisme. Ja. Boeddhisme. Dan stel je eerst, wat is dat? Ja, wat is dat? Maar hij regelmatig bij jou kwam en hij maakte die dingen mee. Ja. Maar ik heb ook wel zusters, om zo te zeggen. Zoals Riet. Ja, Riet is het ook niet helemaal. Ik vind het toch zo gek, joh, naar het boeddhisme. Als katholieke non en hij gaat zo naar het boeddhisme. Ja. Ja, dat is ook moeilijk. Ja. Ja. Ja, dat is moeilijk. Ja, dat is ook, maar ja, dat is dan... Dat is moeilijk om te ja, maar dat is ook omdat ze niet precies kan, niet weet wat het is. Ja. Ik heb er eigenlijk nooit zo'n punt van gemaakt, ja. Ik hoorde net van huis uit wel. Mijn moeder had er nog wel eens, ja, die vond het allemaal maar raar. Dat vond mijn moeder heel moeilijk, geloof ik. Ja, die vond... Maar toen ja. Zei ze tegen me, hebben wij dan niks goeds gedaan? Ja, ik zeg, mama, dat is het niet. Het is niet dat je niks goeds gedaan hebt. Je hebt heel zeker wel, je hebt heel veel goeds gedaan, maar... Maar ja, toen, dat weet ik niet. Ik kon eigenlijk niet zo echt goed erover. Met elkaar kon er niet zo goed over. Eigenlijk wist hij niet met me ingreuen, ja. Precies waar het boeddhisme inhoudt. Nee. Maar je kwam wel in Amsterdam. Ja. En dan zag je met de verjaardag wel. Ja, die intreding bij toe wel geweest. En dan was je altijd wel... Jawel, en dan ben ik regelmatig geweest. Ja, ben je regelmatig geweest en was... Nou ja, ik weet dat met de intreding, waar was dat? Hij had een grote boom er staan en er werd alles aan de hang gelegd. Ja, maar dat is met de taaien. De taaien hebben dan zo'n geldboom, weet je wel. Ja. En alle geld hangen ze aan een boom. Ja, dat was zo. Ja, dat is een beetje vreemd voor ons. Het was misschien wel een andere levenswijze. Maar ze hadden altijd wel voor de maatschappij veel betekend. Toch wel. Ik heb heel mijn leven eigenlijk overal gewerkt in het sociale werk. Ja, vooral het sociale werk. Sociale werk, met groepen. Met groepen, ja. En vooral... Ja. Mediteren. Ja. En later mediteren, nu de laatste tijd, vooral de meditatie. Ja, spring maar op. Ja, ga er maar in zitten. Dorian. Ja. Ik werkte in Heerenveen in het maatschappelijk werk. Hartstikke actief met de auto naar de mensen enzovoort enzovoort. Maar toch als non. En dat was de tijd, 60er jaren denk ik. In elk geval de tijd van God is dood theologie. God is dood. Ik bedoel, ik was met God getrouwd. Dat had hele grote consequenties als je daar dus op door wilde denken of wat dan ook. En ik heb toen het boekje gekregen van Elaine Pagels. P-A-G-E-L-S, Pagels. Elaine Pagels, en dat was een feministische theoloog in Amerika. En die feministen gingen toen heel erg onderzoek plegen, vooral naar het begin. Nou, en toen ik dat boekje las, dat heette The Gnostic Gospel. Toen had ik het gevoel, dit heb ik altijd, dit heb ik eigenlijk geloofd. Hoewel ik in een totale structuur zat,
met alles eromheen, van gezag, van paus, van kerk, van liturgie. Maar Hélène Pezels, ik las het en ik weet nog dat ik dacht, dit heb ik altijd geloofd. En daar was ik heel gelukkig mee. Ik heb zoiets gehad dat mij die buitenkant eigenlijk en die structuur nooit zoveel gedaan heeft. Ik heb me er gewoon, ik weet niet, ik heb erin geleefd, maar ik heb er ook vrij in geleefd. Het heeft me niet vastgezet. En daar gebeurde dus in Amsterdam, liep ik op de gang in huis, in mijn huis. En toen wist ik plotseling, tjik, God is een concept. Ik hoorde het in me. En toen begreep ik. En toen dacht ik, concept is wat mensen maken. Dat is wat mensen maken, concept. Toen begreep ik opeens, God is een concept. Ik had het waarschijnlijk al heel vaak gehoord en gelezen. Met die God is dood, theologie of wat dan ook. Maar het was niet dat ik het begreep. Tenminste niet, ik kon het wel napraten, maar dat is geen begrijpen. Dat is niet hetzelfde. En, heeft die... en dat was niet meer verontrustend. Toen als het één keer helder is, is het niet meer verontrustend. Vanuit het maatschappelijk werk ging ik solliciteren op een voortgezette opleiding. En toen kwam ik in Amsterdam terecht. Omdat in Amsterdam, daar vond ik dat het eigenlijk het meeste verbonden was met, ja, met het maatschappelijke. Het was een hele bijzondere tijd, want de docenten die waren van dezelfde doelgroep als de studenten. Je had vrouwelijke docenten voor vrouwelijke studenten. Nou, daar heb ik 10 jaar gewerkt, van ik denk van 76 ongeveer tot 86. Maar ik heb die 10 jaar geweldig gewerkt met Anja Meulebelt, met Rita Veldhorst, met Anne Luttekholt. We hadden een team van 6 vrouwen en we hadden ook allemaal, het waren alsmaar vrouwelijke studenten. En het was, ja, het was een heel erg goede tijd, heel erg dynamisch. Ik denk dat heel veel leidinggevenden door dat IVABO zijn gegaan. Wat is het IVABO? Instituut voor Agogische Beroepsopleiding. Ik ben dus 6 maanden naar Amerika geweest om te kijken wat je met zo'n grassrootbeweging kon doen in het reguliere welzijnswerk. En ook de spiritualiteit begon toen op te komen. En het interessante was dat ons team daar helemaal niet zo speciaal op ingericht was. Maar als het over spiritualiteit ging, dan kreeg ik het. Ik heb met de verjaardag in 1986 leren kennen. In 1992 heb ik de precepts aangenomen, dus de leefregels. En dat is toch weer een begin van een kloosterleven. Dat is gewoon celibatair. Na de middag geen vast voedsel, eenvoudig leven. Ja, 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 dat is ook een groot feest, hè? Ja, dankjewel. Ja. Ja. Voor met Ari Harry. Ja, voor met Ari Harry. Ja. Al deze mensen voor met Ari Harry. Ja. Ja. 25th of March in 2007. Het was de Passing Away dag of met Ari Harry. Passing Away klinkt als weggaan, als verdwijnen. Maar Metaviari is niet verdwenen. Zijn lichaam is gecremeerd.
Zijn as hebben we uitgestrooid op het IJsselmeer. En we zijn 3 keer rond de bloemetjes gevaren. Terwijl de monniken chanten. De monniken chanten de woorden. Alles wat samengesteld is, moet weer uit elkaar vallen. Alle geconditioneerde dingen gaan voorbij. Wanneer ze zijn verschenen, verdwijnen ze weer. Hun tot rust komen betekent werkelijk geluk. Toen mijn vader in 1988 overleed en ik ging naar hem toe en ik zei: mijn vader is overleden. Toen zei Metaviari: life is just a process. Ik was heel erg emotioneel en ik dacht: wat een raar antwoord. Toen begreep ik het niet. Maar nu ben ik heel blij dat hij dat gezegd heeft. Nu kan ik in de retraites vertellen over anatta, geen zelf. Het leven wat precies een proces is van geestelijke en lichamelijke verschijnselen. Ook is wat hij gezegd heeft. In the West, you have a very good life. Everything you need, you have. If you, the people in the West, don't forget to be mindful, you can live in paradise. Ajahn Metta Vihari, who is the first Thai monk who came to Holland and worked very hard for Buddhism in Europe. Earlier that we see Chodika, the nun, who been working for Buddhism along with Metta Vihari for many years. And this is the first time that you can see Hang talk about equality of Vipassana and his work. As I go back to nature, give me to the fish. I owe so much to the fish. Ik heb zoveel vis gegeten, zei hij. Ik ben wat schuldig aan de vissen. Life is just a process. Toen mijn vader overleed. Life is just a process. Toen dacht ik, just a process. Mijn vader is overleden en ik vond hem een hark met zijn antwoord. Maar later dacht ik, maar hij heeft natuurlijk gelijk, maar hij praat vanuit een andere dimensie. En daar was ik toen niet aan toe. En ik ben nu zo blij dat hij die dimensie vastgehouden heeft, dat hij dat gedaan heeft op die manier. Want daardoor moet je ermee bezig blijven en word je opgetrokken. En toen las ik een keer dat je de Dhamma niet naar het niveau van de mensen moet brengen, maar de mensen naar het niveau van de Dhamma. En dat vind ik zo goed. Dat vind ik zo goed, maar dat vind ik ook zo'n kunst. Het besef dat er eigenlijk geen onafhankelijke entiteit is, dat wij ook gewoon een proces zijn van fysieke en mentale verschijnselen, dingen. En dat we niet zoveel verschillen. We verschillen wel van planten en van dieren, maar niet zoveel. Een heel natuurlijk proces. En ik vind dat eigenlijk wel heel erg goed dat dat gezien is door de Boeddha. Dat vind ik zo. En op dat punt denk ik, dan kom je ook op een andere manier. Ben je ontzettend verbonden met elkaar. Dat is, terwijl we ook die verbondenheid wel hadden in het christendom, maar langs een andere weg, want dan was je allemaal kinderen van dezelfde vader.
En nu ben je meer... Ik weet niet, je bent allemaal dezelfde schepselen. Je bent allemaal dezelfde... Je gaat allemaal door eenzelfde proces. En dat was eigenlijk wel wat ik vond in de Vipassana. Ik heb vaak gezegd, als we die methode van de meditatie hadden gekend in het klooster, dan was ik misschien nooit weggegaan. Dat vervulde me zo. Het was net of dat een mystieke, meer die mystieke dimensie, of die in die Vipassana gewoon aanwezig is. En die is daar ook aanwezig, dat gaat helemaal door de kern. Het grootste verschil is voor mij het anatta-begrip. Geen zelf. Het wezenlijke verschil is dat de mens centraal staat, eigenlijk wat een mens kan worden. En ik weet het niet, of ik kan het nog steeds niet precies formuleren, denk ik, maar ik weet wel dat het anatta-begrip, dat er dus eigenlijk geen onafhankelijke entiteit in of buiten ons is. Want dat betekent ook dat er geen onafhankelijke, dat het godsbeeld niet kan blijven zoals ik dat had. En dat ging ook, dat viel helemaal in gruzelement. Dat proces van de verschuiving van het goddelijke als een autoriteit buiten jezelf naar het ontdekken ervan in jezelf, vertel daar nog eens iets over. Ja, als je me dat vraagt, dan denk ik, dat proces was er eerder dan dat ik wist wat er gebeurde, geloof ik. Ik bedoel, ik werd ertoe aangetrokken, ik werd naar binnen getrokken. En dat had ik ook al wel in het klooster. Ik had altijd al een klein boekje van Theresia van Lisieux, maar ook van Theresia van Avila met uitspraken. Maar de mystieke kant was gewoon niet zo voorhanden. Was niet zo gewoon, werd ook geen onderricht ingegeven, werd je ook niet mee geholpen. Ik ben ook niet uitgetreden omdat ik wilde trouwen. Nee, ik heb eigenlijk nooit spijt gehad. Ik heb wel een gevoel dat mijn weg was. Het heeft wel een andere vorm gekregen. Maar ik heb altijd gezegd, ik ben geloof ik niet echt uitgetreden. Als de eindeloosheid van het universum, iedereen die jou waarachtig zo beleeft, raakt daarmee tevens aan de Boeddha. Jaar geleden was spiritualiteit nog een veel minder openlijke behoefte. Het verlangen was er wel, maar dat was niet zo gemanifesteerd in mensen of in bewegingen. Vergeet niet de innerlijke glimlach. Die helpt. Voort, die feministische oefengroep Radicale Therapie, daar heb ik heel veel in gedaan. Die tijd van het feminisme, dat ging over dat je dan je helemaal positioneerde en je sterk maakte en je kracht laat zien en goed opkomen voor jezelf. En dat was allemaal heel goed en is ook nodig geweest. En toen werd een hele tijd was het stil. Toen was er geen verbinding meer. Toen hadden we geen groepen meer. Ik zag nergens meer dat mensen bij elkaar kwamen. En er was een tijd dat iedereen op zichzelf gericht. Dat individualisme wat er in de maatschappij heerste. En iedereen was maar een beetje aan het zoeken naar wat is eigenlijk gewoon de volgende stap. En die volgende stap zag ik in de spiritualiteit. Dat het boeddhisme is geworden, dat is voor mij ook een verrassing. Dat heb ik niet zo gezocht. Ik ben gewoon Joke achterna gegaan. Ina heeft altijd gezegd, dit hoort bij dit weekend. We gaan dus een overgang maken naar het werk. En de laatste keer, de vorige keer, toen hebben we een artikel gebruikt van Kees Klomp over de meta-manager. De manager die meta beoefent.
Wat ik zag, dat vrouwen er heel veel voeding uit haalden om op deze manier weer bij zichzelf terug te komen en elkaar te vinden op van hoe kunnen we gewoon in zo'n turbulentie ons staande houden met een hele constructieve en geïnspireerde manier om onder de mensen te blijven. Hoe is dit besef ondersteunend? Met andere woorden, hoe helpt het je op de werkvloer? Ik werk als psychotherapeut in een eigen praktijk. Ik ben weggegaan bij de GGZ en ik had toen goed contact met een collega van mij met wie ik het wel vaak over meditatie had. En hij zei toen ook van nou, wacht maar af, ooit komt er een tijd, dan starten wij hier de dag met de gezamenlijke meditatie. En toen had ik iets van, volgens mij gaat dat niet lukken. En inmiddels is het zover, dus ik vind dat heel verrassend hoe snel dat is veranderd. Wat ik wel mooi vind is dat er steeds meer vanuit de mindfulness, er steeds meer acceptatie is om vanuit deze richting te werken. En met name ook in de cognitieve gedragstherapie is het een thema wat heel veel besproken wordt en ook gewaardeerd en gezien wordt. En waar ook onderzoek naar wordt gedaan. En in de gevestigde psychotherapiewereld is onderzoek heel belangrijk. En het is een soort olievlek. Waarvan ik voel dat breidt zich uit en dat dijt uit. En nou, daar heeft Jyotika toch wel een hele belangrijke rol in gespeeld. In het gewoon maken van boeddhistische kennis voor heel veel mensen. Toegankelijk maken van boeddhistische kennis. Ook hier kun je thuis voelen. Waar het stil is. Ontspan. In januari was het bericht zo desastreus dat ik denk, ik binnenkort ga ik dood. En ja, er was grote paniek en veel onrust. Het is geweldig om dan hier een groep dat te kunnen delen. Ik had niet gedacht dat het zoveel zou zijn, want ik had het van tevoren met Joke erover gehad. Ik ben helemaal niet het middelpunt. Ik vind het wel goed als je dat als een aanleiding ziet om over die vergankelijkheid te reflecteren en daarover oefeningen te doen. Mijn werkvloer is ook mijn kinderen. Yep. Ik heb echt hele intense tijd nu van leven. En dat is een kwaliteit die ik hier dus ook altijd gezocht heb en heel veel ook geoefend. Van proberen helemaal in het hier en nu te zijn, in mijn lichaam en in mijn geest, om dat te volgen. En dat kost me nu veel minder moeite, want mijn leven is veel langzamer geworden. Ik ben veel meer bij alles wat er elk moment is. Verandering. Ouder worden. Simpel gewaar zijn. En
zie maar wat er gebeurt. Met een ontvankelijke houding. Zonder oordeel. De meeste Boeddha-beelden zitten met een glimlach. En dat is zeker een teken van innerlijke vrede, maar ook van ontspanning. Je hoeft niets te veranderen. Je hoeft niets te maken. Ook niets te manipuleren. Ik werk voor de overheid. En daar ben ik projectleider. Ik zit ook in het programmamanagement. En het aardige is dat op een gegeven moment kreeg ik vanuit mijn werk steeds meer... werd het steeds noodzakelijker om goed, om heel veel te werken aan draagvlak. En aan het goed luisteren naar mensen. Niet overal direct op reageren, maar goed die verbinding zoeken met mensen, zodat je ze meekrijgt in je project. Dus juist in mijn professionaliteit helpt het mij enorm dat ik door meditatie werk aan acceptatie. Niet direct reageren op alles wat je hoort. Laat lichaam en geest tot rust komen. En als je opmerkzaam bent, dan weet je meteen, oh, er is horen. 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 Voor mij heeft Jyotika wel heel erg toegevoegd de opmerkzaamheid. Dus dat je tijdens je meditatie steeds benoemt wat er gebeurt. Ja, ik denk dat ik dat praktisch ook thuis gewoon merk. Ik heb kleine kinderen. En ik merk dat als ik weer regelmatiger zit en ik heb die oefening weer wat meer tot me genomen, nou, dat je niet op alles reageert. Simpel gewaar zijn. Ik vertel ook tegen mijn kinderen die op school zitten en dingen moeten leren, van ja, dat is normaal. Ik ben ook aan het leren, zeggen we regelmatig. Wij zijn ook aan het leren. Wij doen ook cursussen en gaan ook een dagje werken aan onszelf. Hoe die retraite voor mij in relatie tot anderen bepaalde veranderingen naar voren heeft gebracht, is de manier waarop ik naar mijn relaties kijk en de vergankelijkheid die het heeft. Wij en ik eerst altijd meer angst ervaren dan zekerheid. Bang dat dingen veranderen en bang dat dingen niet zo zouden blijven als dat ik graag zou zien dat ze bleven. En door een bepaalde acceptatie op dat moment, want dat is absoluut niet altijd aanwezig, maar door die acceptatie in bepaalde momenten, dat daarin in die mogelijkheid tot verandering juist heel erg een gevoel van toetreding tot die persoon ontstaat. Bij de volgende bel spreekt nummer 2 en luistert nummer 1. En niet alleen dat te weten, maar op zo'n moment tijdens een retraite te ervaren, dat het heel veel, ja, warmte eigenlijk toevoegt aan vriendschap en liefde. Probeer eens wat meer te vertellen over die connectie die jij ziet tussen dat piano spelen en dat oefenen van de geest. Ja, wat ik daarin zie, een voorbeeld dat ik daarvan heb, is dat ik bezig was met het instuderen van een stuk wat ik lang geleden gespeeld had. En het lukte niet. Ik ging maar oefenen en denken van waar zitten die noten nou? En ja, op een gegeven moment gebeurde buiten iets, zag die wind in die bomen en ik liet het... ik probeerde me niet op de piano te richten, maar meer op wat er buiten me gebeurde en te spelen zonder te denken. En toen merkte ik dat er veel meer connectie was met hetgeen wat ik speelde, in plaats van met wat ik wilde spelen. Dus zeg maar de verbinding tussen hetgeen wat zich aan mij openbaart of wat er gebeurt, zonder dat te veel te willen besturen. En dat is de manier wat mij aan Vipassana
meditatie zo aanspreekt. Om gewoon te zitten en te observeren naar wat zich aan mij aandient. En als er geluid is, wees alert. Weet, er is horen in mij. Als je op dat moment er zijn kunt, voorkom je de hele sliert van reacties. Het heeft mij geholpen in mijn leven om zo te leven als ik het nu doe. Want ik heb van beroep biotechnologie gestudeerd. Ik heb een paar jaar in de wetenschap gewerkt. En ik werd toen heel ongelukkig. Ik was depressief en had allemaal problemen. Terwijl mijn leven eigenlijk prachtig was. En ik had een mooie baan, het mooie huis en noem het maar op. Maar ik was dood ongelukkig. Wat moeilijk was voor mij, was de manier waarop hoe je werkt. Het is heel veel competitie, heel veel laten zien dat jij de beste bent, dat jij alles weet, dat jij alles kunt. Dus dat gedeelte van het werken in de wetenschap maakt het voor mij juist eigenlijk onmogelijk om dat soort werk te doen. En toen die tijd begon ik eerst met yoga, dan met meditatie. En ja, uiteindelijk is het zo dat mijn leven heel erg anders is. Ik geef yogalessen, ik heb mijn hele woonkamer leeggeruimd, zodat er ruimte is voor yoga en voor meditatie. En ik ben toch wel een beetje een ander mens geworden daardoor ook. Diepe inademing, gaan de handen voor je langs omhoog, zo hoog mogelijk. Maak je helemaal lang. En dan met de uitademing buig je voorover en buig op je knieën. Wat ik heel bijzonder vond, is dat een meditatieleraar tegen mij zei, ja, je mag geen yoga doen, we doen alleen meditatie en dat hoort er niet bij, dat is iets anders. En toen zat ik op de oude nieuwretraite met Jyotika en wat deed zij de eerste ochtend? Lekker de armen zwaaien en over de rek en strekken en dat vond ik zo bijzonder, want ik dacht, dit kan niet en dit mag niet en dat doe je niet. Maar met Jyotika kon het wel. Je kunt met de handen het bekken nog iets meer naar voren duwen. Zo'n grote cirkel ontstaat. Maak je nog één grote cirkel en dan kom je terug in het midden. Schud je handen uit. ...28 jaar geleden ben ik als politiek vluchteling hier gekomen met het idee dat, dat we voor 1 of 2 jaar hier zouden zijn. Ik heb heel lang hier gewoond dat ik terug zou gaan. Dat zodra de situatie dat toelaat in Iran, dat ik terug zou keren. En dat maakte ook dat ik hier eigenlijk niet gelukkig was. Ik werkte en ik had een dochter, een kind, maar diep in mij was ontevredenheid. Tot ik eigenlijk door meditatie, door vipassana, begon in te zien dat dat de oorzaak was dat ik toch een beetje ongelukkig bleef. En toen ik ook de verbinding begon te maken met mezelf, ook gewoon met mensen om me heen, merkte ik dat ik ook gewoon te veel bezig was met het verleden. Ik denk dat ik ook heel veel geluk heb gehad van de eerste zondag dat ik deed. Dat was toevallig ook hier in deze zaal met Jyotika. En ik was meteen geraakt door haar persoonlijkheid, maar ook door de diepte wat zij bracht, wat ik op dat moment
dorstig behoefte naar had. De essentie was op dat moment dat ik zag dat alles verandert. En dat je, dat er een proces is eigenlijk. En in de meditatie leerde ik dat dat proces, dat niet iets was van mij, dat het niet aan mij lag, dat ik iets verkeerd deed, maar dat er een, ja, zou je zeggen, gewoon een natuurlijke eigenschap is van realiteit. Het is staan. Staan. Je staat en je weet dat je staat. Wat ik van Jyotika zo helder zag, was door juist dingen te begrijpen, dan lijd je niet meer. Door de realiteit beter onder ogen te zien en ervaren van binnen, dan word je bevrijd van bepaalde concepten, bepaalde condities die je ongelukkig maken. Het is het einde van de loopmeditatie. We kunnen met aandacht ons voorbereiden voor de zitmeditatie. In hoeverre heeft dat proces ook jouw relatie met je dochter bijvoorbeeld veranderd? Nou, nu raak je gewoon echt een hele... Sorry. Nou... Ik hou ontzettend veel van mijn dochter. Zij is ook de dierbaarste wat ik heb. En ik kwam in de meditatie juist dat stukje heel erg tegen. Dat ik heel erg gehecht was aan haar. Dat ik gewoon ook bang was om haar te verliezen. Want dat is iets wat je in retretten doormaakt. Hè? Dat je gewoon ziet van alles is vergankelijk. Je kan niet vasthouden. En ik ben toen met veel moeite... naar bed gegaan, want ik voelde gewoon pijn overal, ja, mentaal, maar ook gewoon echt fysiek. En de volgende ochtend werd ik wakker en ik was zo licht als een veer. En het was iets alsof het gewoon iets opgelost was. En afgelopen, ja, december hebben we gehoord dat ze een ernstige ziekte had. Mijn dochter, ze is 25. Daarom raakt het mij ook. En wat het gewoon weer zo mooi is om te zien, is dat Jyotika weer een grote rol heeft gespeeld. Want zij is ook erg betrokken geweest. Ze was op de hoogte en ze steunde ons, mij en mijn dochter, ook in dit proces. Op een manier die geen enkele ander kan doen. Dan geef ik de volgende instructie. Monniken, dit is de tekst van de Boeddha. Een vriend met 7 kwaliteiten is waard om je mee te verbinden. Welke 7? Hij geeft wat moeilijk is om te geven. Hij doet wat moeilijk is om te doen. Hij kan uithouden wat moeilijk is om uit te houden. Zij heeft ontzettend veel geleerd van Matthew Hari. De eerste retraites, de langere retraites, heeft Jyotika Matthew Hari uitgenodigd om de interviews te doen. En tijdens de interviews heeft Jyotika alles genoteerd, opgenomen, teruggeluisterd. Dus alle kennis die hij bij zich had, heeft ze tot zich genomen. Want het heeft ze niet alleen bij Matthew Hari gedaan, maar ze heeft ook Ukundala, een van de hele belangrijke Vipassana-leraren, gekend en daar ook gemediteerd. Die heeft ze ook naar Nederland weten te halen, wat heel bijzonder is. Unandamala, dat heeft ze ook bewerkstelligd, dat hij naar Nederland kwam. Dus de kennis die... veilig vanuit het oosten zo belangrijk is, heeft zij ontzettend goed
tot zich genomen en ook gestructureerd. Die brug heeft ze heel goed weten te slaan. Als tegenslag komt, laat hij je niet in de steek. En als jij depressief bent en het niet meer ziet zitten, veroordeelt hij je niet. Iemand die deze 7 kwaliteiten bezit, kan werkelijk een vriend genoemd worden. Metta is ook een resultante, een product van Vipassana. Als je langdurig Vipassana beoefent, dan komt een aspect naar voren, gelijkmoedigheid onder andere, maar ook liefdevolle vriendelijkheid. En Jyotika heeft dat als kwaliteit al van zichzelf, maar heeft dat ook verder ontwikkeld. Wees niet bang om te onderzoeken. Wat komt er nu bij me op? Wat komt er aan ideeën op? Aan beelden misschien. En laat die woorden die je nog weet een thuis vinden. Met name het niet veroordelen. Liefde. Dankbaarheid. Dingen die je naar boven komen is mededogen en waarachtigheid. Oordeel niet. Jezelf niet genoeg gunnen en dat soort dingen. Delen met anderen. Gedrevenheid. Hart openen. Warmte. Lichtheid. Geduld. Vertrouwen. Dingen nemen zoals ze zijn. Hallo Ina. Ja. Vandaag hoop ik ze met die bel vroeger. Ja. Het is een heel zacht belletje hoor. Ja. Hallo lieve. Dag. Nou, ga maar zitten. Ja. Ik heb al een kopje thee ingeschonken. Oh, kijk eens aan. Alles weer zo mooi. Alles weer zo mooi in orde. Ja. Dit. In je mooie huis. Ja. Fijn dat je er bent hoor. Ik heb echt naar je uitgekeken. Het allerbelangrijkste is dat het er gewoon mag zijn. Ik weet wel dat het niet makkelijk is. Nee, dat als ik hier op een stoel zit en met iemand erover heb, dan is het nog weer anders dan als ik in bed lig. Ja. En niet kan slapen of wakker word en zo'n druk op mijn borst voel dan. En denk, oh, is dat dan die tumor? Of is dat alleen maar de angst in mijn hart? Of is dat... Nou ja, dan lukt het me niet om te denken van, onprettig. Of ja. Zit het er helemaal in, hoor. Maar dat hoeft ook niet, toch? Nee, maar dat is toch, dat hoeft toch wel. Stap. Je hoeft eigenlijk niks meer te doen. Dat is toch onze bedoeling. Je mag gewoon bang zijn. Je mag gewoon bang zijn. En ik denk, als je gewoon bang durft te zijn, of dat het gewoon mag zijn, dat misschien het beste ook helpt. Want het niet bang mogen zijn of de angst weg te duwen, dat maakt het erger, denk ik. Ja. Dan word je meer, dat is nog veel pijnlijker. Ja. Maar dat het angst is, dan is er gewoon angst. Ik bedoel. Ja. Want als je gewoon kunt, gewoon weet van, ik ben bang, het is gewoon zo, ik ben bang. Mm. Weet je wel, dit is wat er is. Mm. Dit is wat er is. Dan, dat verandert, het verandert toch weer. Ja. Dat die ervaring zul je toch wel hebben, dat het weer verandert. Ja, het verandert wel, ja. Niet ja. dat ik het weg wil praten of nee, zo. Nee. Maar alles verandert de hele tijd. Ja, dat is wel mijn zekerheid die ik heb. Dingen veranderen. Ja, ik kon altijd zo goed met pijn opgaan. Omdat ik weet, het gaat weer over en het wordt beter. En nu is het gaat niet weer over. Het kan alleen maar, kan alleen maar minder worden. Ja, dat is een nieuwe situatie. Ja. Dat is inderdaad een nieuwe situatie. Ja. Ja. Maar toch, Ina, je doet het geweldig. Ja. Niet zo goed zonder tranen allemaal. Als ik blij ben, dan huil ik ook, hoor. Ja, dat weet ik. Ik ben gewoon blij dat je er bent. Zo is het iedere keer. We lachen en huilen. Dat doen we. Ja.
Maar die kleinkinderen weten nog van niks. Verder. Die kleinkinderen van 2 jaar en een half jaar, die... Nee. Nee, die kan je niet vertellen. Je oma die gaat straks dood. Oh, nee. Nee, dat is... Eigenlijk is iedere begeleiding van een geestelijk proces een uitdaging. Ik vind het heel mooi en... Het helpt me heel erg om wakker te blijven, wakker te zijn en bij de les te blijven. Maar alleen al om te horen waar zij als het ware in de patronen schiet. En waar ik, nou ja, als ik eruit kan blijven en als ik dus dat andere zicht ook nog kan communiceren op een goede manier. En dan is dat heel mooi om te zien. En met Ina is dat heel, ik vind dat heel ontroerend en ook heel verrijkend. Ja, dat heb je me vorige keer. Ik vind het zo goed. Ja, over dat kamma, dat de kamma dus nu allemaal duidelijk of zichtbaar wordt. Ik vind het ook zo, ik kan het ook gewoon zo zien bij anderen. Hè, hoe het met anderen gaat, wat ze doen. Ja. Ja. Ja, zeker. Zeker. Ja. Het gaat er altijd om of je in het hier en nu kunt zijn. Mm-hmm. Dat is het enige wat er is. Ja. Niets, er is helemaal niks om je aan vast te houden. Mm. Nou ja. Mm. Ik hou jou nog vast. Ja. Het is wel heel fijn hoor. Vasthouden. Ja, maar ook dat stukje, dat zit er straks, ook, hè? Ja. Wilt u naar aanleiding van deze uitzending reageren of een gratis programmagids bestellen? Bezoek dan onze website boeddhistischeomroep.nl. DVD's van onze programma's kunt u bestellen op 010 411 3977.